Cas Knoester, jij bent de man van de wedstrijd, dus jij bent de man die hier mag komen zitten. Maar ik denk dat jij hier niet gelukkig zit. Nee, alleen met 3 punten ben ik gelukkig natuurlijk. Het is leuk, maar meer niet dat je man van de wedstrijd wordt. Je hebt het trouwens wel verdiend. Ja, ik vind ook dat ik niet heel bijzonder speelde. Niet heel goed, maar als iedereen ondermaats presteert, moet er toch iemand gekozen worden, denk ik. En ik ben er blij mee. Nu begon je niet in de basis, je viel in na een kwartier spelen. Is dat lastig, want op dat moment stond je al 1-0 achter? Ik heb het niet als heel erg lastig ervaren. Het was al heel snel na een kwartier. Dus nee, ik doe gewoon mijn ding. Verstand op nul en gaan. Dan komt het meestal wel goed. Hoe heb je deze wedstrijd in het veld beleefd? Heb je een moment dat je denkt van het zit er vandaag echt niet in? Dat was heel de wedstrijd het geval, denk ik. Dat gevoel had je. Maar ik had niet het gevoel dat we echt kansloos waren. Dat niet. We hebben wel druk gehad op een goal. De pingel natuurlijk. We hebben wel kansen gehad. Dus het gevoel dat het echt niet erin zat, dat heb ik nooit gehad. Maar je had natuurlijk door dat het niet liep. Dat heb je in het veld ook door. Kan jij de vinger op de zere plek leggen? Wat is er nou echt misgegaan vandaag? Vind ik heel moeilijk. En de trainer ook in de rust. Het is gewoon heel moeilijk, want we kunnen veel beter. Als je van speler naar speler gewoon bekijkt, dan loopt er gewoon echt kwaliteit in het team. En dan is het gewoon heel raar dat het niet eruit komt. Dit wordt te lang gezegd. Ja. We hebben al 4 thuiswedstrijden achter elkaar verloren. Dat kan toch niet zo door blijven gaan? Nee, dat snap ik. Er zal echt iets moeten gebeuren. En als ik de echte oorzaak weet, dan noem ik hem gelijk natuurlijk. Maar het is gewoon, er zijn geen automatismen, het loopt niet vloeiend. Ja, en dan is bijvoorbeeld de overwinning van vorige week bij Excelsior Maassluis een verbloeming. Dat het nog niet echt lekker loopt, dan pak je wel 3 punten. Maar dan zou je zeggen, pak dat gevoel door vandaag en ook volgende week naar Sneek. Want in die fase zaten we en zitten we. Ja, ik denk dat het vorige week ook beter kon, voetballend. We hebben echt eigenlijk elke wedstrijd kan het voetballend gewoon beter. Alleen vorige week hield je dan achterin alles dicht. En dat was vandaag natuurlijk niet het geval. Dus dan ga je de boot in, denk ik. Nu valt jou wat betreft de overige wedstrijden wellicht niet heel veel kwalijk te nemen. Want je hebt tot nu toe maar 1 basisplaats gehad. Dat was uit bij Sparta Nijkerk. Die wedstrijd won je. Ben je toch teleurgesteld dat je zo weinig basisplaatsen hebt gekregen tot nu toe? Tuurlijk, sowieso. Als je niet speelt ben je altijd teleurgesteld. Maar ik besef ook dat ik jong ben, 19 jaar. Dat het mijn eerste seizoen is in de topklasse. Dus dat dat je niet zomaar inkomt. Dat begrijp ik ook. Maar uiteraard ben ik teleurgesteld. Is dat een harde les voor jou? Ja, harde les. Kijk, ik ben wel meer gewend. Ook in de jeugd heb ik ook niet altijd gespeeld. Ook 2 jaar lang in de B2 gevoetbald. Dus tegenslagen die ken ik wel, maar dat maakt het alsnog niet leuk natuurlijk dat je niet speelt. Op zich was het voor jou denk ik wel prettig dat je vanaf het voorjaar, het vorige seizoen, al mee kon trainen, waardoor je al in de groep was opgenomen, hè? Ja, zeker. Dat heeft wel makkelijker gemaakt, zeker. Dus ik kende de jongens al natuurlijk. Dat maakt het allemaal wel wat makkelijker. Dus echt lang wennen in de groep heb ik niet hoeven doen. Dat ging gelijk goed. Dus je bent nu gewoon aan het investeren in jouw verdere toekomst? Ja, uiteraard. Ja, ik wil gewoon mezelf ontwikkelen op de trainingen, dan als ik speel in de wedstrijd. En gewoon mijn uiterste best doen voor Rijnsburgse boys. Ten slotte, je kan je hand even laten zien. Ja. Die ziet er behoorlijk gehavend uit. Wat is er gebeurd? Er stapte iemand vol op mijn hand. Ik denk halverwege de tweede helft. Maar goed, volgens mij, ik heb laten bekijken door de fysio. Niks gebroken volgens mij. Het was alleen, hij is behoorlijk dik. Dus gewoon laten rusten, denk ik. Misschien wat ijs en dan komt dat wel goed. Oké, nou, sterkte van de week met trainen. En wellicht zit er nog wat voor jou in het vat volgende week in Sneek, joh. Na zo'n titel die je vandaag gekregen hebt. Laat het hopen en vooral 3 punten natuurlijk die je moet pakken. Dus.